Nou, dag allemaal. Ik was even druk met mijn nieuwe website. Dus ik had even niet zoveel tijd om nieuwe reviews te maken. Maar we gaan weer lekker beginnen met nieuwe reviews. En dit keer de Spirit Intelliger energiesparende Z-Wave Smart Radiator Thermostaat voor Z-Wave van Eurotronic. Hele mond vol, maar het is eigenlijk gewoon een slimme thermostaat welke via Z-Wave werkt. En ik zal hem eventjes uit de verpakking halen, dan kunnen we hem even nader bekijken. Je krijgt een installatieguide. Wat wel opvalt aan deze installatieguide, dat die er in het Spaans, Pools, Italiaans en ik geloof Duits. Dus dat is op zich niet zo handig, dus geen Nederlands of Engels. Maar er wordt gelukkig ook nog een ander boekje bijgeleverd. En die is wel in het Engels, dus dan kan je in ieder geval even goed kijken hoe je hem moet installeren. En op de website staat ook wel veel informatie. Nou, dan hebben we de thermostaatkaart zelf. Niet echt super compact ofzo. Met name in de breedte is hij vrij breed, maar het zal over het algemeen wel redelijk goed uitkomen. Nou, zit hier een knopje om de temperatuur in te stellen. En dit is een soort boost functie, dan stelt hij een hogere temperatuur in. En hiermee voeg je hem ook toe aan de controle. Dat dopje hier, dat kan je eraf halen. En dan kom je bij de batterijen. En dit klepje, dopje, dat kan je ook vervangen. Dat wordt ook meegeleverd door een ander kleurtje. En er zijn ook meerdere kleuren staat op de verpakking, maar die worden voor de rest niet meegeleverd. Dus misschien dat je die losse kan bestellen. Er gaan gewoon normale penlight batterijen in. Die worden ook gewoon meegeleverd. Twee stuks. Dus dat is mooi. En ook fijn dat het gewoon normale batterijen zijn. Dat scheelt ook altijd weer. Nou, dan de installatie. Je ziet hier de schroefdraad die je dus op je radiator schroeft. Dit is een soort standaard maat. Maar er worden beugeltjes meegeleverd. Waarmee je ook andere maten kan vastschroeven. En er is nog een ander beugeltje. En er wordt hier ook nog een klein dingetje meegeleverd. Dat heb je dan blijkbaar ook nodig. En een schroefje om, als je deze beugels gebruikt, om die goed vast te schroeven. Even denken wat ik nog meer wil vertellen hierover. Hij is te koop voor rond de 50 euro. Wat hem op zich best gunstig geprijsd maakt. Hij werkt dus via de Z-Wave Plus protocol. En ik ga hem eventjes testen met wat verschillende controllers. En ik laat nu ook even zien hoe je hem installeert en hoe dan de werking daar ook van is. Nou, ik zal, zoals ik al net zei, even laten zien hoe die werkt. Ik heb hem al geïnstalleerd. De installatie is niet heel ingewikkeld. Dat is een kwestie van de oude kraan even los te schroeven. En dan haal je die eraf. Maak je geen zorgen, er komt geen water uit, want dit is in principe een gesloten circuit. En vervolgens schroef je de nieuwe erop en die draai je ook weer vast. Dat hoeft niet heel erg vast, als je maar gewoon goed zit. En vervolgens druk je op dit knopje om hem even te kalibreren. En dan kijkt hij wat de open en dichtstand is. Nou, ik heb hem eventjes op de Homey geïnstalleerd. Op onze website kun je ook andere controllers vinden. Nou, dat laat ik ook even zien. Hier in de app zie je hem staan. Ik kan hem vervolgens aanklikken. En het eerste scherm is dat ik de temperatuur kan instellen. En als ik nog even verder kijk, dan kan ik verschillende modus kan ik instellen. Bijvoorbeeld de comfortable. En dan zegt hij network request failed. Tuurlijk! Nou, vervolgens heb ik hem op de Homey geïnstalleerd. Vervolgens heb ik hem op de Homey geïnstalleerd. Op de website kan je vinden hoe dat moet. Ik heb hem ook nog op wat andere controllers, maar ik laat de Homey even zien. Nou, als ik de app er even naast hou, dan zie je dat hij hier geïnstalleerd is. Vervolgens kan ik hem aanklikken en dan ziet hij welke temperatuur je hebt ingesteld en wat de temperatuur nu op dit moment is.
Dat is dus de temperatuur hier in de kraan zelf. Je kan ook een externe temperatuursensor gebruiken als je van de ruimte zelf wil weten. Nou, vervolgens kan ik hem nog handmatig instellen en ik kan verschillende modus doen. Laat ik bijvoorbeeld even de comfortable mode doen. En dan zie je dat hij hem op 8 graden zet. En ik hoorde ook eventjes dat hij hem opendraaide. Nou, vervolgens kan ik dan ook nog even een andere mode doen. En dan zie je dat hij op 18 graden wordt ingesteld. Dus dat is de temperatuur waar hij nu naartoe gaat. Dus hij zet hem open. En wat wel opvalt is dat hij hier 18 graden aangeeft. Maar dat ik in het beginscherm, dat hij daar even goed gewoon op 8 graden blijft staan. Dat is op zich een beetje vreemd. Ik kan hier, kan ik ook, handmatig kan ik hem bedienen. Dus laat hem even op 20 graden zetten. Nou, dan hoor ik hem ook weer. En dan zie je ook meteen hier dat hij dat aanpast. En natuurlijk naar beneden. 16,5. Het duurt heel eventjes, maar op zich gaat het wel vrij snel. En pof, staat hij ook op 16,5. Dus dat gaat allemaal goed. Je kan ook hier in de app natuurlijk ook de temperatuur veranderen. En dan verandert hij natuurlijk daarin ook. Voor de rest hebben we nog een batterijstatus die niet getoond wordt. Dat is op zich jammer. En we hebben ook geen historie, maar dat kan je met Insights kan je daar wel wat meer in zien. Als ik dan vervolgens even naar de instellingen ga. Nou, dan kan ik daar nog even het scherm aan en uitzetten. Ik kan ook nog de temperatuur iets aanpassen om te corrigeren. Nou, zo zijn er nog een aantal instellingen. Je kan ook bijvoorbeeld instellen dat je een kind hem niet mag bedienen. Allemaal best compleet. Op onze website kun je natuurlijk exact zien wat het allemaal inhoudt. En vervolgens gaan we even naar de flows. Als ik dan even een nieuwe maak, laat ik daar ook even de verschillende opties zien. Nou, dit is de trigger. Dus bijvoorbeeld als de temperatuur gewijzigd is. Zo zijn er een aantal opties. En eventjes terug, ietsje snel. En vervolgens bij de N kan ik de temperatuur kan ik instellen. Dus daar kan ik op. Of niet de temperatuur, sorry. Nee, de mode wat de thermostaat is ingesteld. En vervolgens bij de wat er uiteindelijk moet gebeuren. Nou, kan ik natuurlijk de temperatuur instellen en ik kan de mode kan ik instellen. Helemaal compleet. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van deze thermostaatkraan. Wat ik al een paar keer heb gezegd, op de website kun je een uitgebreide review vinden. Oké, bedankt!